Hoi, als je in Nederland rondrijdt of in het buitenland rondrijdt, zie je soms van die idyllische huisjes. Weet je wel, van die vakwerkhuisjes of een leuk boerderijtje in de Achterhoek. Laten we eens een idyllisch huisje tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag wil ik in idyllische huisjes met je gaan tekenen. Idyllisch, wat een rare woord weer, idyllisch. Nou ja, het zijn in ieder geval van die ja, leuke huisjes dat je denkt van, oh, dat ziet er schattig uit. Nou ja, je hebt natuurlijk in het buitenland, zelfs in Limburg, van die vakwerkhuisjes. En dat vind ik altijd al leuk om te zien, zo'n vakwerkhuisje. Zo, die hebben dan van die balkenconstructies, die huisjes. Misschien moet ik daar even een voorbeeld van opzoeken. Nou, ik heb daar niet zo 1, 2, 3 een voorbeeld van, maar ik denk dat dat dan een beetje zo uitziet. Ik denk dat we zo aardig in de buurt komen van een vakwerkhuisje. Het zijn hier wel donkere balken. En daartussen zit een voegsel, zeg maar. Nou, zoiets in ieder geval. Ik denk dat we zo aardig een beeld krijgen van zo'n vakwerkhuisje. Nou, er zit hier natuurlijk nog zo'n mooi pannendakje op. Zo. Schoorsteentje. Dat er ook uit zo. Je snapt wel wat ik bedoel. Ja, wat zijn nog meer idyllische huisjes? Natuurlijk zo'n huisje in het bos ergens. Wat er leuk uitziet. Een schattige, ja, ik noem het wel gewoon schattenhuisjes. Bijvoorbeeld met zo'n rond raampje boven de deur. Of boven de, in een nok, zeg maar. Hè, dan hier om die deuren. Zo. Een soort schuur, zeg maar. En dit zijn wel hele grote ramen natuurlijk weer voor een idyllisch huisje, maar goed. Nou, dat is misschien niet een goede voorbeeld. Dus die helaas slaan we even over. Maar ja, van die huisjes met van die luiken aan de ramen. Beetje middeleeuws aandoen. Zo'n deur die in twee delen open kan, hè, zeg maar. Ook met de raampjes. Zo'n rieten dak bijvoorbeeld. Die muurijzers, die ankers. Nou, hier misschien een regenton.
iets water opvangt. Hier horen eigenlijk natuurlijk ook nog bloembakken aan de gevel. Hier hoort nog een koekoekje op, zo, ook met een leuk zo'n raampje. Nou, dat bedoel ik eigenlijk met idyllische huisjes. En ja, misschien is het leuk als je zelf je droomhuis gaat tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.